Welkom bij Ondertussen op GNHQ. Je moet eigenlijk een keer opnemen, Jamie. Gewoon zo'n kortje, is echt leuk. En jullie denken, oh, het is de nieuwe unboxing. De volgende unboxing was de PlayStation 4. Maar ja, die is er nog niet. Die gaan we morgen halen. En als je dit ziet... Nee, dit komt vandaag online, of niet? Ja, gaan we morgen halen. Dus die komt ook heel snel. Maar we kregen binnen de Call of Duty Ghost Shadow headset. En van Turtle Beach. En nou is dat een beetje moeilijk. Van welke headset is het dan binnen de Call of Duty Ghost lijn? Het is de goedkoopste van de drie. Je hebt ook nog de Spectre. En wat was de andere keer? Spectre en de Phantom. Die zijn echt 400, 200 euro. Deze 100 euro. En de Shadow. Dus ik wilde hem even... Oh, er liggen nog dingen van... Geen 1 minuut hier. Sorry hoor, jongens. Even een beetje ordenen. Maar dit is hem dus, de headset. Ja, en ik vind het persoonlijk altijd heel erg fijn om met een andere headset te spelen dan met een headset die je krijgt, zeg maar, bij je consoletje. Want straks komt natuurlijk de PlayStation 4 eraan. En dan is het toch wel fijn als je, zeg maar, een goede headset hebt, want ik krijg altijd last van mijn oren. Want ik ben iemand die heel lang... Wacht, dit is zo mooi hoor. Ik ben altijd iemand die heel erg snel last krijgt van zijn oren. En nou vind ik, zeg maar, ik hoef het zelf niet een hele dure, maar hij moet wel goed zitten. Dus dan komt eigenlijk deze heel erg goed uit. En dat is eigenlijk ook de hele ondervinding die we nu gaan doen. Oh, dude, er zit literature bij. Kijk, het is gewoon literature. Oh, wat vet, gewoon literatuur. Bij, ik krijg gratis bij elke Turtle Beach headset. Krijg je literatuur. Het is natuurlijk maar de vraag, welke literatuur is het? Ik zal even jullie kijken. Die krijg ik alweer niet. Het is een vlucht regenwulpen van Jan Wolkers. Nou, hartstikke mooi. Dit zit er ook bij. Nee, het is, ik weet eigenlijk niet wat het is. Het is gewoon, oh, de Turtle Beach stickers zijn altijd heel hip en happening, hè? De accessoires en kabels. Dat vind ik altijd wel tof, want dat vind ik serieus handig als je een game aan het spelen bent. Oh, dat is deze niet. Dit zijn gewoon de snoesjes. Nou, hier komt hij. Hier wilde ik het over hebben namelijk. Want ik vind het namelijk altijd handig als je aan het gamen bent. Dat je, zeg maar, de volume van je chat en van je game. Dat je dat separaat, apart van elkaar kunt regelen. En dat is dus het fijne aan zo'n headset. Want dat zit hier gewoon bij. Oh ja, en het is dat, ja, ik zou zelf geen Call of Duty editie kopen, maar als je fan bent van Call of Duty Ghost, hij is natuurlijk gethemed in Call of Duty Ghosts. En nou, hier kun je, zeg maar, en dat is heel fijn, want je kan hier namelijk je headset volume, je chat volume van je mic en je volume van het ding zelf kun je apart afstellen. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. En verder, eens kijken hoe het eruit ziet. Best wel vet. Moet ik zeggen dat ik dit wel stijlvol vind. Hier staat Turtle Beach zo en dan nou hier stel van zo de Call of Duty Ghosts. Dus dit is hem. En het is, ik heb ook een keer een hele dure van Turtle Beach, zeg maar, geunboxed of gereviewd. Die was leer. Dit is niet leer, maar het is wel belangrijk dat het heel goed zit. En dat het goed afsluit. Nou, ik hoor nou bijna niks meer. Dus dat is al goed. Maar goed, dat gaan we binnenkort ondervinden, want we gaan er binnenkort echt mee aan de slag. Dan zullen we ook een reviewtje schrijven hier op gamers.nl. Maar jullie weten het nu in ieder geval. We hebben de Call of Duty Ghost Turtle Beach headset. Ook voor de PlayStation 4 trouwens. En daar gaan wij straks mee aan de slag. Ook op de PlayStation 4. Ik denk dat ik hier Killzone mee ga spelen. Dat is wel leuk met zo'n dingetje, vind ik. En dan binnenkort de review hier op gamers.nl.